Ik sta hier bij Joran Schuin. Hij is de regisseur van deze hele mooie productie, The Addams Family. Hoe ben jij op het idee gekomen om deze productie te nemen? Eigenlijk is het een samenwerking geweest. Wij hebben bij Servus een muziekcommissie. En die zoekt nieuwe stukken uit, in dit geval voor een jubileumproductie. En die heeft een aantal stukken bij elkaar gezocht en op een rijtje gezet wat eventueel geschikt zou zijn voor de vereniging. En dan is het kijken wat financieel haalbaar is, waar de rechten van vrij zijn. En waar ook daadwerkelijk wat bij de vereniging past. En dat is uiteindelijk aan het artistiek team in combinatie met het bestuur geweest. Moritje Adams. Met de dood. We zijn niet anders, zijn niet vreemd, zijn hooguit extreem. Van welke Adams is op zijn Adams echt uniek? Mia Moor! Wil je van me houden, dat ik ook eens vind? We blijven altijd zo bezeten van elkaar als de eerste keer. Ik sta hierbij. Nouria Ramirez ter Haar. En? Joris Masselink. En jullie spelen een hele grote rol in de Addams Family. Wat is die rol van jou? Pugsley Adams. Pugsley Adams. En die speel jij ook? Pugsley Adams, ja, ook hetzelfde. En spelen jullie hem dan tegelijk? Nee, Joris speelt de ene voorstelling en ik speel de andere. En jij speelt wel een heel bijzondere rol, hè? Ja, stiekem de leukste van allemaal. Want wat mag jij spelen? Ik mag de oma spelen. De 102-jarige door reuma en godderoost aangetast, maar nog steeds sterke tak van de Adams. Ik ben 102, ik heb reuma, ik heb godderoost. En als ik een scheet laat, dan kan ik de wieken van Van Ruimdaal nog laten draaien. Maar ik geloof dat er best nog wel een rondje in mij zit, hoor. Leer mij die 90-jarige kerels kennen. Die kunnen niet wachten om hun gebit te zetten in een broodje. Groetje.